Welkom bij weer een uitzending van SWZW TV. Dit keer de bekerwedstrijd tegen Juliana 31 uit Malden. En op deze frisse doordeweekse avond dan gaan we eens kijken of SWZW een mooie partij op de mat kan leggen en ons een hartverwarmende pot voetbal kan laten zien. Ook René Rozing is weer van de partij als grensrechter. En dan gaan we beginnen aan de wedstrijd. Met Manik Smit. Die in de verte Michiel Verkeulen ziet weglopen. Daar de bal ook naartoe paast. En Michiel Verkeulen die het maar eens met een schot waagt. Ah, de keeper staat alert te keepen vanavond. SVZW weer met een nieuwe aanval. Weer een lange bal over de verdediging van Juliana. En daar komt Gert Tameres en die schiet. En dan is het doelpunt. Maar het doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. Gert-Jan begrijpt er zelf niet heel veel van. Maar deze grensrechter heeft het kennelijk goed gezien. Weer SWZW die in het begin van de wedstrijd behoorlijk veel aanvalt. Met leuke combinatie hier Gert-Jan Tameres die de bal voorbrengt. Dan kan een verdediger van Juliana wegkoppen en dan gaat Michiel Verkeulen een schot. Maar het wordt een rolletje in plaats van een hard schot. Dan is er een overtreding gemaakt op Marco Parnela. De scheidsrechter geeft daar een vrije bal voor. Manik Smit heeft zich daar inmiddels voor gemeld. Eens kijken wat Manik voor ideeën kan brengen op deze vrije trap. De bal wordt weer lang gespeeld. Komt Gert-Jan Tameres, die prikt hem net langs de keeper. En dan is het toch nog een doelpunt, een 1-0 voor SVZW. Door een alerte Gert-Jan Tameres. Aan het geluid te horen staat er een strafwindje op de vlakte van Malden. En weer een lange bal op Gert-Jan Tameres dit keer. Weer een uitbraak. En die rolt maar net naast. En dan gaat Juliana 31 toch nog wat terug doen. Ze stomen op naar de goal van SVZW. Van Michiel Achterhoek staat te keepen. En daar zie je toch een schot. En daar kan Michiel Achterhoek net een been tegen krijgen. En dat corner verwerken. De corner komt niks uit. Dan Juliana die steeds meer aandringt op de eerste of de helft van SVZW. En dan komt een doelpunt. Een doelpunt van Juliana 31. En komt op gelijke hoogte. En Juliana 31 die gaat maar door met aanvallen. Die denken van we gaan de warme theeërs halen, proberen te halen met een 2-1 voorsprong. En het ziet er toch wel weer dreigend uit. Maar Manik Smit wordt uitgekapt. Komt een schot en die gaat ook nog maar net naast. En zo zijn we begonnen aan de tweede helft van deze bekerwedstrijd. Stef Lammering die de bal naar voren toe gaat naar Omar Kavak. Omar Kavak die hem afgeeft aan Davy Perik. En Davy Perik komt tot een schot. Maar dat gaat jammer genoeg naast. Stef Lammering met een ingooi. Poma Kavak. Stef Lammering die zich er doorheen worstelt. En dan staat weer de verdediging van Juliana goed op te letten. Die de bal naar voren schiet. Manik Smits die de bal weer terugkopt naar Rob Meijerink. Rob Meijerink die mooie paas naar voren doet naar Michiel Verkeulen. Michiel Verkeulen over de keeper heen schiet. En een prachtig mooi doelpunt. Kijk nog even in herhaling. Rob Meijerink ziet Michiel Verkeulen gaan. Een strakke paas op maat. En Michiel bedenkt zich in één keer en over de keeper heen een fantastisch doelpunt. Deze kan de boeken in. Dan is toch weer de beurt aan Juliana om de gelijkmaker te maken. En die gaat ook vol in de aanval. En hier een schot, maar Michiel Achterhoek heeft de bal goed te pakken. En Juliana blijft in de aanval. Je ziet gewoon Juliana op zoek is naar die 2-2. Ze geven niet op. Ze zijn ook wat feller in de duels in de tweede helft. Er komt een hele mooie strakke bal en die wordt tot corner gekopt door Chris.
Gaan we eens kijken of de corner ook wat oplevert. Corner wordt genomen, mooi hoog voor de goal. En er staan er gewoon twee man van Juliana staan er gewoon vrij. Ja, en dan kun je de bal gewoon in de doel knikken. En dan is het weer 2-2. En het is toch een beetje aan het eind van de wedstrijd, 85ste minuut. Dan hikken we toch tegen een verlenging aan. En zo is het weer in de aanval. Juliana die de bal weg kan werken. De bal weer overgenomen, weer door Juliana. SZW die de bal weer oppakt, Manik Smit die de bal paast. Nick Wenning die in de ploeg is gekomen. Nee, Niels ten Hoeven die ook in de ploeg is gekomen. Was een dubbele wissel en Niels die haalt uit. En dan kan de keeper gewoon de bal oppakken. Dan Juliana die van achteruit probeert op te bouwen. Bal naar het midden toe. Bal wat meer naar de zijkanten toe. Dan ziet het er dreigend uit. Dan komt er een schot en dan is het 3-2. Vlak voor het einde van de wedstrijd. Ja, dat betekent dat de wedstrijd in de zak zit van Juliana. Schitterende uithal op de rand van het strafschopgebied. En is het in de 89e minuut 3-2. Misschien dat de scheidsrechter nog wat extra blessuretijd bij kan tellen. En dat SSV2 nu op jacht kan gaan naar de 3-3. En dan nog een verlenging kan uitslepen. Maar de scheidsrechter fluit af. En dat betekent dat Juliana 31 doorgaat in het bekertoernooi. En dat SWZW met lege handen teruggaat naar Wierden.